De Universiteitsbibliotheek organiseerde vanmorgen een boeiende presentatie door onderzoeker, auteur en dichteres Lucia Wijnker Gangadin. Tijdens deze lezing nam zij het publiek mee in de wereld van sieraden en hun betekenis tijdens en na de slavernijperiode. De presentatie richtte zich niet op de sieraden van slaven die verboden waren, maar op de sieraden van vrije slavinnen in Afrika en vrijgekomen slavinnen na de afschaffing van de slavernij. Wijnker Gangadin maakte in haar publicatie een onderscheid tussen 6 soorten sieraden. De codes helpen, dat is het huisje van de porseleinslag dat bloedgeld werd, waarvan er in de 18e eeuw een slavin in Oeganda maar 2 van deze schelpjes waard bleek en later veranderd in een sensueel vruchtbaarheidssymbool. 2. De glazen handelskralen, waarvan er in 1625 24 genoeg waren om heel New York, New Jersey en Delaware mee te ruilen van de inheemse, dat later met Suriname wordt verruild. Die van trade beads, slave beads werd, waarbij de omvang van de smalle slaventaille rondom haar of van hem of van haar de ruilwaarde werd, tot het mogen trouwen na de afschaffing met het bij elkaar verdienen van de tailleomvang van de bruid. Daar vertel ik straks daar meer over allemaal. Maar ik wil alleen maar even de titel uitleggen. De Creole oorringen, teken van bezit en markeerders van identiteit in rangorde in de slavenroedelhierarchie. De nek, arm en enkelboei, ijzeren ringvormige tuigen aan een slavenlijf, vastgesmeed als inlijvingsringen en eigendomsbuitband. De meeste van deze sieraden hadden een eigen functie. De sieraden van de vrije slavinnen in Afrika, zoals de Pinka Belangadang uit Brazilië, had een beschermende functie. Die beschermende energie van onze voorouders die wij dicht bij ons lichaam dragen als mascotte, talisman of amulet. En creatief met natuurlijk materiaal. En ik heb ook nog iets wat uitleg gegeven over ons folkloristisch, traditioneel en creatief Selnang Egizani. Deze sieraden hebben ook een sterke link met de Surinaamse Winti-cultuur, waarin symbolen zoals tapoes en kotties nog steeds voorkomen. Wijnker Gangadin bracht een collectie sieraden mee, geschonken aan het Coto Museum, die vanmorgen tentoongesteld werden.